Portanova is in 2002 is dat begonnen met Nico van Vuren en Leon Dukker. Die hebben dit hier gebouwd. 4,3 hectare rozen. Ze hadden een missie. Efficiënt grootbloemige rozen kweken. Op een duurzame manier. De beste kwaliteit die er bestaat. In 2007 is Steven van Vuren erbij gekomen. En ik ben er ook bij gekomen. En toen hebben we hiernaast nog gebouwd. En toen hadden we het totaal 10,7 hectare. Red Naomi, die je ziet, dat is een grootbloemige rode roos in een constante kwaliteit. Dat zijn er ongeveer 32, 33 miljoen stuks per jaar. Dat gaat eigenlijk vooral naar Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Zwitserland. Daar moet je het ongeveer zien. En de Scandinavische landen ook wel wat. Wat ons onderscheidt van andere kwekerijen is dat wij deze koeling hebben en dat hebben andere kwekers niet. De warmte die je daarmee oogst in de zomer, die je gebruikt in de winter om te verwarmen. Duurzame kan bijna niet. We hebben hier ook een grote proef met LED-verlichting. We hebben hier één ras staan op 10,7 hectare. Maar we hebben 25 verschillende kwaliteiten erin. Lengtes, diktes, ripe-side stadia's. Daar hebben we heel veel samenwerking met bijvoorbeeld met de Universiteit Wageningen. En dat is ook om onze eigen kennis te vergroten. We hebben hier 125 medewerkers. Die proberen we voortdurend op een hoger niveau te krijgen door kennis van binnenuit bij hun eruit te halen. En zo verder te komen en tot een kwalitatief hoogstaand product. Wat wij eigenlijk garanderen, dat is het hele jaar een topkwaliteit en een gegarandeerd vaasleven. Dat maakt ons anders als de rest.